Checken we hiervoor of niet aan het eind van het seizoen 34 wedstrijden? Nou, ik denk het wel, toch? Ja. Dit lijkt me op zich prima. Het zou mooi zijn als Twente nog even wat opkomt en dat Heracles nog drie stapjes maakt. Maar verder, als het zo blijft, prima toch? Drie lijkt me wel heel optimistisch. Ja, helemaal als je kijkt dat je uitgaat naar ADO. We gaan ze verliezen, hè, naar Ajax. Ja, dat is altijd wel heel snel. Dat is wel heel vaak zo, vind je? Ja, ik heb wel een gevoel, en dat is een heel slecht gevoel. Je mag me om de oren slaan, maar naar Ajax, ja, dat is ADO Den Haag is wel een valkuil. Ik was straks even bij Heracles, sprak ik Frank Warmond op de gang. Ik zeg, vertel me even over ADO. Ik zeg, het is gewoon een hele onaangename ploeg. Onaangeneem, zei je. Onaangeneem, zei ik, ja. Onaangename ploeg. En wij spreken een beetje Nederlands, Duits, alles door elkaar, Engels. Maar ja, weet je, dat is natuurlijk ook zo. Het is ze staan ook met 2-0 voor tegen Heerenveen. Ja. Ja, maar ze waren wel heel slecht, hoor. Ze waren heel slecht, maar goed. Grotendeels gezien. Maar je weet ook, weet je, dat kan natuurlijk ook gebeuren. Ik heb ook nog gevraagd van aan Warmond, waarom zijn jullie zo slecht in uitwedstrijden? Want je verliest er 3 op rij. En toen zei hij, het heeft op zich niks met de ondergrond te maken, want we verliezen ook bij Emmen op kunstgras, weet je wel. Dus, maar je moet wel altijd een half uur wennen, eigenlijk, hè, als je op gewoon gras speelt. Maar daar heeft er niks mee te maken, het is puur een kwestie van mentaliteit, zegt hij. Ook de mentaliteit van de tegenstander, die weten dat ze uit slechter zijn. Als ze naar Almelo gaan, heeft een tegenstander al iets het gevoel van, oeh, dit is lastig, net als je naar Emmen gaat. En uit weet je gewoon dat die ploeg kwetsbaarder is. Dus het mentaliteitsverschil is dan van beide kanten gewoon groot. Dat vindt hij de belangrijkste reden, één van de redenen. Dus straks aan het eind van de rit hebben we allebei een eentje. Ja, zou heel goed kunnen, ja. Nou, ik twijfel nog. Ja, Leon, elke week heb jij normaal heel veel te vertellen over Twente. En nu kom je niet verder dan de jeugdopleiding. Nou, niet verder dan de jeugdopleiding, dat heeft nog wel verregaande consequenties. Ja, dat snap ik, maar we moeten natuurlijk eigenlijk over het eerste elftal hebben. Is Aitor al inzetbaar? Nee, die is nog steeds niet fit. En in het kader van de wet van privacy wordt niet verteld wat hij precies heeft. Dat geldt ook voor Berkreen, hè. Die hebben we ook een tijdje niet meer gezien in het eerste elftal. Die zijn er nog niet, normaal gesproken nog niet bij. Dus deze trainer gaat nou niet de boel op de kop zetten naar Utrecht AZ. En vindt het ook terecht? Ja, ik zou het wel heel raar vinden als hij het elftal nu gaat veranderen. Daar had hij eigenlijk al, dat is heel makkelijk achteraf praten, te zeggen van dit had hij veel eerder moeten doen met deze spelers. Maar ja, je probeert wel wat eerder naar een vaste elftal te gaan. En deze ploeg met Menig, en het verschil tussen Menig en Aitor is, Aitor heeft in basis meer kwaliteit. Hè, als voetballer gewoon. Maar Aitor gaf de ploeg geen energie, maar irriteerde de ploeg. En Menig wel. En Menig geeft deze ploeg wel energie, want die blijft maar rennen. Ja, die blijft maar gaan. Ja, die energie, maar het brengt Loan Lang ook die energie, vind ik. Ja, absoluut. Maar jij zegt dat, hè, van deze, dat mensen zag ik vorige week ook naar AZ. Zei iedereen, ja, zie je, het is heel logisch. Je moet mensen de juiste poppetjes op de juiste plek zetten. Toen zei jij ook van, ja, zo simpel kan voetbal zijn. Maar zo moeilijk soms ook. Maar zo moeilijk, wou ik zeggen, want het is wel heel makkelijk gedacht. Want als het allemaal zo makkelijk was, hoeveel elftallen, winnende elftallen, wereldkampioenen zijn allemaal per toeval tijdens een toernooi in elkaar gevallen, omdat Pietje geblesseerd raakte, kwam Jantje erin. Nederland EK in 88 is daar een mooi voorbeeld van, dat ook het elftal opeens aangepast moest worden uit nood. Waarom? 88, nou doe jij een hele vervelende uitspraak. Nee, jij komt er toch mee? Want jij weet dan dat... Ja. Johnny Bosma raakt geblesseerd. En Van Basten kwam erin. Was het serieus? Was Bosma eigenlijk de eerste keus? Begon de eerste wedstrijd begon Michels met Bosman. Oh, het is wel heel veel historie trouwens, hè? Ja, maar nu laat je wel merken hoe oud ik ben dat ik dat allemaal live heb meegemaakt. In 88. Kijk, en bij ploegen waar het niet loopt, dat zie je overal, op elk niveau, dan gaan trainers wat anders proberen en wisselen. Dus dat is wel een beetje verzachtende omstandigheid. Maar dit was wel heel ingewikkeld allemaal. Wat Garcia deed. Ja, onnodig ingewikkeld. Het is niet helemaal zeker, maar waarschijnlijk wel dat Heracles en Twente 10 jaar gaan samenwerken in de jeugdopleiding. Jij hebt daar een mening over. Heb jij mij net al verteld dat jij daar een sterke mening over hebt, zoals altijd. Vind je het goed dat ik als Twente-watcher even de Twente-bril opzet? Vanuit Twente dan eventjes, mag jij straks de Heracles visie mag jij gaan geven. Maar vanuit Twente snap ik daar helemaal niks van. 10 jaar in voetbal, in het een landschap wat eigenlijk per dag verandert, is echt ongelooflijk lang. En ik snap niet dat ze dat doen, want niemand weet hoe het voetballandschap er over 5 jaar uitziet. Ook hier in Twente niet. Niemand weet hoe het voetballandschap zeker niet over 10 jaar uitziet. Het mooiste voorbeeld is denk ik, wat we kunnen aanhalen, is het gedoe met Fox, met de televisierechten. 5 jaar geleden kwam er heel veel geld op de markt, dacht iedereen wel van de clubs, allemaal lachen, we worden rijk. En 5 jaar later is het de molensteen, want het blijkt dat ze eigenlijk achteraf helemaal niet zoveel uit die markt hebben gekregen. Omdat het landschap zo is veranderd, dat zelfs in België halen ze op dit moment meer geld uit die markt. Hebben ze dan een andere, geen Fox daar dus, daar hebben ze iets anders die veel meer geld ervoor geeft? Volgens mij is het contract nog niet, dat weet ik niet helemaal precies, maar ik weet wel dat er op dit moment voor de Belgische competitie wordt meer geboden dan de Eredivisie. Terwijl de Eredivisie in
Europa gewoon meer uitstraling heeft. Maar ik ben het niet zo helemaal eens met jou dat jij zegt, ik heb nu een Twente-bril op. Want wat jij nou zegt is gewoon algemeen, weet je. Dat jij zegt van voetbal verandert heel snel. Dus 10 jaar is sowieso een hele lange periode. Wat ik me voor kan stellen, ik kan wel heel ver met jou meekomen dat 10 jaar lang is. Is wel dat je dan wel meer op kan bouwen met elkaar. Snap je? Dat je dan misschien wat stabiliteit krijgt. En dat kan naïef zijn hoor, in de voetballerij. Ja, omdat iedereen voetballerij toch, en stabiliteit. Maar ik denk, uiteindelijk denken clubs toch altijd aan zichzelf. En dan denkt Wormoed toch van, ik moet die jongen onder 21, wil ik bij de training hebben. En hoe gaan ze dat doen? En Garcia denkt ook van, ja, maar die heb ik ook nodig. En dat gaan ze ons uitleggen. Dat gaan ze ons dan uitleggen. Maar ik neem aan dat beide clubs zo verstandig zijn dat ze in dat contract wel een evaluatiemoment hebben. Dat ze na zoveel tijd... Na 5 jaar of zo. Ja, of 3 jaar. Ik zou nou, dat lijkt me wel heel verstandig als je een clausule in ieder geval opneemt. Dat ze van elkaar af hebben, want we kennen allemaal het voorbeeld van RKC en Willem II. Willem II had geld nodig en die gingen toen samen met RKC. Nou ja, de mensen in Tilburg die konden zich niet meer identificeren met die opleiding. En toen Willem II is er toen uitgegaan. En vanaf dat moment, toen ze weer wat geld hadden, zijn ze zelfstandig weg verder gegaan. En heeft die opleiding, ik citeer hè, daar, uit die kranten daar, is die opleiding is er weer helemaal opgebloeid. Dus ja, ik mag toch ervan uitgaan. Maar eigenlijk wil jij gewoon graag dat Twente, met Twente-bril wil jij graag dat Twente een eigen opleiding heeft? Nee, ik snap wel de samenwerking, maar als ik FC Twente was, zou ik, maar dat is nogmaals door een Twente-bril, zou ik niet het sturen zo uit handen hebben gegeven. Maar en zet die bril eens af dan? Dan kan ik me voorstellen dat als ik dan door de Heracles... Nee, gewoon helemaal er los van. Nou, dat vind ik, bril dan ook? Nou ja, die bril heb je natuurlijk altijd wel op. En als ik door de Heracles bril kijk, dan doen ze dat heel erg slim. Ja, maar dat vind ik apart. Dat, dat Heracles wordt heel slim genoemd. Maar volgens mij is Heracles gewoon eigenlijk normaal. Zoals je bedrijfsvoering doet en normaal ja, in gesprekken. Maar Heracles krijgt op basis van niet al te veel geld... krijgen ze de zeggenschap over een opleiding. Voor een heel groot deel. Voor 50-50. Het is wel een compliment dat ze zo slim genoemd worden. Ja. Ja, en ik vind ze in Enschede naïef. Omdat jij gewoon een keer een punt hebt gehaald als enige, mag jij de totem aankondigen? Ja, maar ik was niet blij met deze overwinning. Kan dat ook, dat je niet blij bent met een overwinning? Ja, ja bij deze. De toto. Volgens mij ben ik al uitgeschakeld, of niet voor de hoofdprijs? Ik ga sowieso tactisch spelen anders. Ik bedoel, mocht er nog een puntverschil komen, dan volg ik jou overal in. Ja, Twente Heerenveen, ik ben wel zo stoer om af te trappen. Stoer ook. Ja, ik moet er wat van maken. Die moet Twente winnen en die gaan ze ook winnen. Ik denk ook dat SC Twente gaat winnen. 3 belangrijke punten. En strijd tegen degradatie. Je mag hetzelfde doen, maar voor de club is dit heel belangrijk. 30 punten. Nog 5 erbij. ADO Den Haag, Heracles Almelo. Ja, ik zei net dat het een valkuil is, maar Den Haag is echt heel erg slecht. Heracles gaat er wel een punt... Oh, ik doe weer als eerste trouwens. Ja, maakt niet uit. Nee, lekker. Dan kun jij weer een punt gaan spelen. Ja, Heracles gaat een punt pakken. Wordt gelijk. Ik zie Heracles altijd verliezen, voor mijn gevoel. Moet een keer... Ja, dat klopt wel. Ja, jawel. Ze hebben vorig jaar verloren, het jaar ervoor verloren. Tenminste... Ik heb ze ook al zien winnen daar. Nou, dat kan ik me niet meer herinneren. Ik denk dat Heracles gaat verliezen van ADO, maar Jezus. Dat wil ik niet zeggen. Dus ik ga voor een overwinning van Heracles. Ja, wat is dit voor laf gedrag? Waarom ja, ik wil ben gewoon zeggen? Hartstikke laf. Ja, maar ik denk dat het positieve gevoel is misschien voor het Twentse voetbal naar Den Haag reizen nu. Dat is onzin? Ja, dacht ik al.